Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering. Deze week zijn we in Oostenrijk aanbeland. Even kijken. We pakken natuurlijk weer Max Verstappen. Oostenrijk. De 25. Formation lap, yes. De grote stier. Het thuiscircuit van Red Bull natuurlijk. Vandaar die stier. Misschien leuk om te weten ook, achter de stier, of in ieder geval hier aan de zijkant, heb je een tribune. En dat is de Max Verstappen tribune. En die was vorig jaar tijdens de race helemaal oranje. En alleen maar feest, nog bolletjes. Dus ik ben benieuwd of ze dat dit jaar ook weer gaan doen. Zal echt te gek zijn. Nogmaals de stier. De grote prijs. De grote prijs van Oostenrijk. What a destination for today's race. Time to get ready for the Austrian Grand Prix. Het is gelukkig droog. Vorige race was het heel veel regen. Gelukkig is het goed gegaan hoor, maar. Dit is het circuit. Het is een heel klein baantje. Het duurt ongeveer 1 minuut 10 voor een rondje. Dus ze zullen wel veel rondjes moeten rijden. Een hele mooie omgeving, maar dat zou je zo wel zien. Nou, hier zie je al wat dingen. Het is echt midden in een bosachtig gebied. Even kijken waar we gaan starten. Max Verstappen put in a fantastic lap. Weer vooraan. And he starts from pole position. Wel geluk. Ook wel eens gehad dat ik vanaf plaats 6 moest starten. Maar dit is wel lekker hoor, vanaf 1. Daniel Ricciardo and Bottas, Magnussen, Van Dorn, Sainz and Nico Hülkenberg. En we gaan weer starten en jullie weten het nou al, ik ben echt slecht met start. En dit is een hele lange start. Dus ik heb zo'n gevoel dat ik wel weer ingehaald ga worden. Now it's almost time to lights out. Oké, we gaan even de settings veranderen, zoals altijd. Kijken of we dit kunnen aanpassen. Ja, dit scheelt maar 77.000ste. Dit gaat allemaal in het rood. Nou, we kunnen in ieder geval tijdens de race ook altijd nog zeggen van dat we later gaan. Of we kunnen wel kiezen met welke band we gaan starten. Ja, we gaan gewoon met de Supersoft en dan later naar, ja. Oké. Ik kan hier niet aan, oh hier denk ik, ja. Altijd even iets meer brandstof, hè? Jullie weten het inmiddels wel. Ja, zo is het heel goed. Oké. Nou, dus, deze kan ik voor mij niet aanpassen. Oh wel. Nou, laten we gewoon inmiddels het houden. Start de race. Gaan we even een ronde rijden. Even warmen, opwarmen. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're gonna want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine warmen. Zoals jullie zien, echt een hele mooie omgeving. Het is een beetje op een bergachtig iets. Die gaat ook vrij omhoog, zoals je ziet. En gaan we straks ook weer dalen. Ah, het is echt gewoon midden in het bos. Super mooi. Mooi die tribune zo daarboven op een berg. Ik denk als je daar zit, dat je wel bijna het hele circuit kan zien hoor. Nou, hier links heb je die stier, als je het ziet. Nou, daar heb je ook een tribune. En dat is die Max Verstappen tribune. Ik weet niet of ze dat dit jaar weer hebben. Volgens mij wel hoor. We kunnen even gauw een kijkje nemen hier. Zo, kijk dat. Helemaal oranje normaal. Zo erg lachen. Dan heb je het liedje van Snolle Bollekes. Dan moet je er van links naar rechts. Dan stonden ze daar te springen en alles. Ja, dit was het rondje eigenlijk al bijna. Ik kan nu al zelf niet meer rijden. Gaat nou automatisch.
Echt een heel kort rondje. Ik ben ook benieuwd hoeveel rondjes we in totaal moeten gaan rijden. Ik denk wel een stuk of 19, 20. Vorige keer in Frankrijk waren het er maar 13. Dan was het heel lang natuurlijk en dit is weer heel kort. En als je ziet, voordat we bij de eerste bocht zijn, dat is echt een lang stuk. En ja, ik ben gewoon heel slecht met starten. Dus ik ben bang dat ik wel misschien P6, 7 ga worden. Ja, wie weet. Vorige keer ging het in principe eigenlijk ook goed, maar... Nou, wacht even tot iedereen staat. Links op de map zie je nog dat mensen aan het rijden zijn. Iedereen staat op zijn plek. Dan gaan we weer het vermogen omhoog schroeven. Ja, kijk, daar gaan ze al. Ja, ze zijn vol aardig aan het stoeien met elkaar. Kijk of ik er al voorbij kan. Als ik hier blijf zitten... Nou, gaat net niet lukken, nee. Nou ja, derde. Vind ik wel prima hoor, voor mij doen. Oh, kijk voor de vleugel. Let's focus now for the rest of the race. Voorgas, voorgas. Hier moeten we echt op ons rem. Kijk, hiervoor zijn ze aan gaan stoeien met elkaar. Wat vervelend dat ze naast elkaar een beetje blijven rijden met inhalen ook voor mij. Zodat ik nu... Nee, dat gaat niet lukken. Nou ja, het blijft nu wel droog vergeleken met vorige keer. Dus we krijgen straks op de rechte stukken. We krijgen de DRS, dus dat de achtervleugel open kan. Dat ik wat sneller kan rijden. Misschien dat we ze dan kunnen inhalen. Hier pak ik wel wat snelheid mee. Misschien lukt het hier al. Maar moet kijken hoe snel ze zijn, hè. Dat is niet normaal. Misschien dat ik hier kan remmen. Oh, ja. Die ben ik voorbij. In de spiegeltjes kijken en ik zie hem niet in de buurt, dus... Dat is weer top. Gaan we naar Hamilton toe. Mooie bocht. Kijk, Hamilton, als je links bovenin ziet bij zijn naam, dan zie je dat hij een andere soort band heeft dan wat ik heb. Hij heeft een nog zachtere band. Dat betekent dat hij harder kan rijden, maar dat die band wel sneller kapot gaat. Dus hij moet straks eerder naar binnen dan dat ik moet. Dus ik kan wat langer door blijven rijden. Dus hij heeft een andere strategie erbij dan. In het begin van de race kon ik ook banden kiezen, maar dit was de beste oplossing, zeiden ze. Dus ik ben benieuwd of we hem kunnen pakken zo. Daar moest ik even vol op mijn rem. Dan gaan we het weer proberen. En aan deze kant. En dan gaan we proberen te remmen zo laag mogelijk. Kijk. Dit is in het echt ook een beetje de bocht waarin ze het gaan doen. En omdat ik nog vlak achter hem zat, heb ik zelfs nu nog de DRS. Dus ik was net niet, ik was net te laat, zeg maar, net te vroeg met inhalen. Dus ik kon de DRS nog openen, waardoor ik nog een beetje afstand kan nemen. Gaan we nu proberen afstand te nemen van ze. Nou, ik vind dit wel een van de leukste banen om op te rijden ook. Even van die korte rondjes en ja, het voelt gewoon lekker snel aan. Van die hele langzame bochten dat je bijna stilstaat. Al lijkt het wel zo hoor, maar de auto gaat alsnog met over de 100 km per uur de bocht hoor. Kijk, zelfs 200, deze. Ah, ik heb alweer een gaatje. Snelste ronde. We're leading our teammate by 5.5 seconds. Dat was een hele mooie bocht. Dan gaan we weer eventjes op stand 1 zetten. De vorige keer ook hadden gedaan. De vorige race. Dan kan je wat sparen. Voor eventueel later.
Ja, vorig jaar heeft Max deze race gewonnen. Ik hoop dat hij dat dit jaar weer gaat doen. Het zal wel te gek zijn natuurlijk. Alleen ben ik wel bang hoor, want zijn auto is gewoon minder goed dan die van Ferrari en van Mercedes. En weet je wat het ook altijd is? Het is in de bergen. Dus je hebt altijd wel kans op regen. En dan is de race altijd weer heel anders. Dan gaat het ook natuurlijk een beetje om of je wel een beetje kan rijden in de regen. Kan je auto wel heel goed zijn, maar je moet wel een beetje kunnen rijden natuurlijk in de regen. Ja, zoals je ziet rechtsbovenin 18 rondjes. We zitten nu in de vijfde ronde. Moet kijken die omgeving, dat is echt mooi hoor. Ik denk ook wel dat ik deze race wat achterblijvers ga inhalen, omdat het een heel kort rondje is. Tot nu toe zitten ze wel allemaal dicht bij elkaar nog, maar... Volgens mij is zelfs dit jaar, tijdens Oostenrijk, dat je ook in de Ziggo Dome mee kan kijken. Dat is ook wel tof. Er zitten allemaal fans van Max Verstappen in een groot scherm naar de race te kijken. Maar doen ze dat nu voor het eerst, Oostenrijk, omdat het vorig jaar ook echt geweldig was in Oostenrijk natuurlijk, voor Max Verstappen. En volgend jaar komt de race natuurlijk ook in Nederland, hè? Zandvoort. Oh, Stroll is uit de race. Zag ik net boven staan. Ja. Is al niet de beste rijden. Mooi die helikoptertjes ook boven het circuit. Mooie opnames aan het maken. Yellow flag. De gele vlag aan. Kijk hier rechts. Daar heb je Stroll. Oh, ik was even aan het kijken. Dus ik reed door het gras heen. Green flag. Green flag. We're racing again. Ja, een gele vlag krijg je als er iemand naast de baan staat. Gevaarlijke positie. Of als iemand bijvoorbeeld stil staat op de baan zelf. Of als er bijvoorbeeld rommel op de weg ligt. Bijvoorbeeld dat iemand zijn voorvleugel kwijt is of wat anders. Dan is dat natuurlijk gevaarlijk. En dan is er een gele vlag. Dan mag je niet zo hard rijden daar. En dan weet je dat je moet oppassen. Even naar het volgende menu. Een ronde 10,5 banden wisselen staat de ronde. Nou, ik heb de wing heb ik uitgezet. De repair. Dus ik hoef geen voorvleugel of achtervleugel te vernieuwen. Nou, het is eigenlijk een heel makkelijk raceje zo. Bottas en Hamilton die staan nu 2 en 3. Die rijden allebei op die zachtere band. Dus ik ben benieuwd eigenlijk wanneer hun naar binnen gaan. Want ik had wel verwacht dat die eigenlijk al naar binnen zouden gaan. Of misschien zelfs deze ronde nog dan. Dan hebben ze nog 10 rondjes op een andere band.
Kijk, normaal gesproken, die banden die ik nu heb, daar kan ik wel makkelijk 18 ronden mee rijden, hoor. Als je echt de hele race rijdt, zeg maar, die van 2 uur. Ik heb hem nou dus weer op 25% gezet, omdat anders de video te lang duurt. En dan, ja, dan berekenen ze dat ook, hè. Dus dan gaan je banden hier ook sneller slijten. En daarom moet je wisselen, want het is officieel, staat in de reglementen, dat je moet wisselen van band tijdens een race. Dus je mag niet constant op dezelfde band blijven rijden als waar je mee reed. Je moet echt op 2 verschillende. Dus nu rij ik op de rode. En dan moet ik zometeen ook naar paars. Of je kan zelfs naar geel. Geel is nog harder. Dus kan je nog langer mee rijden. Maar ja, hoe harder de band, hoe langzamer je, zeg maar, rijdt. En hoe zachter de band, hoe harder je rijdt. Alleen ja, als ze zachter zijn, dan zullen ze sneller kapot gaan. Als ze harder zijn, blijven ze langer goed. Dus dat is een beetje de keuze die je maakt. Tegenwoordig is dat allemaal niet meer zo, hoor, met al die kleurenbanden. Ze zijn in 2019 gestart met andere regels. Om het wat makkelijker te maken voor de mensen thuis. Ja, rechts onderin staat er weer van, als we nu naar binnen gaan voor nieuwe banden, dan komen we op de 5e plaats komen we er weer terug op de baan. Maar ja, zoals je ziet linksbovenin zie je dat Vettel nou in één keer tweede staat. Dus die heeft waarschijnlijk Bottas ingehaald en Hamilton die zie ik helemaal niet, dus die is naar binnen gaan voor nieuwe banden, zoals ik al zei. En die zal nu wel op de rode banden rijden. Oh, even niet op te letten. En Räikkönen is nou ook naar voren gereden, zie nou in de derde staan. Zou Bottas ook wel naar binnen zijn. En als jullie goed hebben jullie gehoord dat mijn monteur heeft gezegd van dat ik ook naar binnen moet voor nieuwe banden. Dus einde van dit rondje gaan we naar binnen, kijken voor nieuwe banden. Dan komen we op positie 4 terug, staat er. Tenzij de Alnodo naar binnen gaan, want dan komen ze weer achter mij terecht. De blauwe lijn volgen. Eigenlijk dezelfde lijn bijna. Staan ze klaar? Ze nemen we vooraan dit keer. Oh. Exit now. Paarse banden eronder, we hadden net de rode. Nou, als ik zo onder kijk, zie je dat de Ferraris ook naar binnen zijn. Oh nee, Räikkönen niet. Oeh, dit gaat spannend worden dit. Hou ik het vol? Dat is de vraag. Hou deze lijn aan. Oh, gaat me wel voorbij. Nou, we mogen de brandstof op 3 zetten. Dat ik heel veel heb opgespaard natuurlijk. Het is al net goed gekomen, we zijn net de eerste. Terwijl hij eigenlijk aangaf dat we op de 4e kwamen. Dus het is waarschijnlijk die pitstop die we hebben gedaan heel snel geweest. Het kan natuurlijk zijn dat er bijvoorbeeld ergens een foutje is, dat de band er niet makkelijk afgaat of erop gaat. En dan verlies je wel eens tijd. Maar ja, als alles echt perfect gaat, ja, dan heb je perfecte pitstop en dan scoor je heel veel tijd natuurlijk. En ik weet ook niet of Ricciardo en Räikkönen ook nog naar binnen moeten. Ik denk het wel. Ja, ze gaan allebei naar binnen zoals je onder ziet. Dus ja, dus daar ben ik helemaal weg. Net staat ze vlak achter me, maar ja, voordat die nou weer op de baan komen. Veel te laat geremd.
Kijk, ik heb nu natuurlijk nieuwe banden en met deze banden ga je een stuk sneller omdat deze wat zachter zijn. Dus dan moet je weer eventjes die rempunten moet je eventjes weer even aanvoelen. Oeh, dat was ik hem bijna kwijt. Beetje een slordige ronde dit. Omhoog. We zitten nu in rondje 13. Snelste ronde neergezet, zoals ik al zei. Krachtige banden, dus ik rij veel sneller. En ik mocht hem van de monteur ook op stand 3 zetten, natuurlijk van de brandstof. Dus dan krijg ik meer vermogen, waardoor ik sneller ga. Nou, wat eerder remmen. Nee, ik ben echt blij dat het niet regent, want dan heb je echt die mooie, nou zie je een beetje van de omgeving ook dingen. Als het regent, dan is het allemaal een beetje donker en grijs. Dus dit is wel mooi. We gaan dan weer richting het einde van de race. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Weer het snelste rondje. Merk wel dat het wat donkerder wordt. Ik hoop niet dat het nog gaat regenen zo. We kunnen altijd zo op het rechte stukje hier eventjes. Kijk. We kunnen even deze openen. Say again, you're breaking up. Oh. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Dry seem like the fastest tire at the moment. Ja, maar geen regen verwacht, zegt hij dus. Perfect. Schoon bewolking, want kijk, hier is het al wat lichter. Het is wel een leuk weetje, je hebt hier die helm van Max Verstappen, zie je daar. En dan zie je, ik zal zo even laten zien, als je remt gaat zijn hoofd naar achteren door de zwaartekracht, door de druk. Maar je ziet daar van die belletjes, je ziet drie belletjes hier erop, doorzichtige belletjes. Dat zijn luchtbellen zijn dat. Het is natuurlijk als je een helm op hebt en je bent constant bezig met pushen, met rijden en met opletten, dan krijg je het heel erg warm. Hè? En door die belletjes zit de opening en als je rijdt, dan krijg je allemaal wind die dan door die belletjes je helm inkomen, waardoor je eigenlijk een beetje afgekoeld wordt. Eigenlijk een soort van een airco in je helm. Er zit toch iemand voor me. Ik ben benieuwd wie het is. Het is weer een lichtblauwe. In de vorige video had ik ook iemand ingehaald die van de Williams. Kijken of het dezelfde was. Sirotkin. Als dat hem is, dan is het dezelfde. Dan heb ik hem in twee races achter elkaar heb ik hem ingehaald. Als achterblijven. Hij zal zometeen dan weer de. Ja, zie je het? Het is Sirotkin weer. Kijk, dan krijgt hij weer de blauwe vlag bovenin. En dit is leuk, want ik heb nu dan, dat ik vlak achter hem zit, krijg ik ook DRS. Dus het maakt niet uit of je tweede bent of derde. Als je maar gewoon iemand hebt die voor jou rijdt en je rijdt binnen een seconde, dan krijg je gewoon DRS. En moet je opletten, want zelfs met de DRS ga je weer veel sneller. Dus moet je weer eerder remmen. Nee, Sirotkin is niet zo goed. Of hij heeft gewoon echt twee keer pech gehad.
Maar als jij twee keer achter elkaar in een race zo ver achter rijdt, dan ben je niet lekker bezig. Nou, start finish weer hier. Deze bocht perfect nemen. Exit. Nog twee rondjes. En dan gaan we kijken naar de volgende race. We zijn nu allemaal races bezig in Europa. Alleen toevallig kwam Canada tussendoor. Dat is de enige race buiten Europa. Nou krijgen we allemaal races achter elkaar in Europa. Dat is wel leuk. Waarschijnlijk gaan we volgende keer in Engeland rijden. Of misschien Monza. Dat is de baan in Italië. Ik denk één van die twee. Of heel misschien Hongarije zelf nog, zit ik nou te denken. Kan ook nog. In ieder geval, we krijgen wel weer een circuit. Voor mij twee circuits achter elkaar weer in Europa. Hebben ze natuurlijk ook wel zo gepland omdat dat makkelijker is. Anders moet je heet het heen en weer van continent. Maar één rondje benzine, zegt hij. Nou ja, komt mooi uit. Dit is het laatste rondje dus. Nou, er rijdt iemand voor ons. Het is een wat donkerblauwe auto. Niet een hele donkerblauwe. Dus ik denk dat het een Toro Rosso is. Toro Rosso is de, ook Red Bull. Alleen dan het tweede team van Red Bull. Daar heeft Max Verstappen ook gereden. Meestal rij je daar en dan schuif je door naar het eerste team. Een soort van leerschool. En ik kom aardig in de buurt. Bij de Toro Rosso. Even een beetje vol gas. Deze goed aanscherpen. Yes. Nou, dan gaan we weer. En weer aan de zijkant natuurlijk voor het team. En een makkelijke winst. Dat was vorig jaar ook heel makkelijk voor Max Verstappen hier om te winnen. Ik hoop dat hij dat dit jaar weer gaat doen. Ik hoop dat de volgende race al wat meer tegenstand biedt. Het is wel leuker als je een beetje tegenstand krijgt. En ik moet vragen, Anthony Davidson, wat ze hem apart van de competition hier? Maar ja, dit was in ieder geval het circuit in Oostenrijk. Lekker kort, maar heel mooi vind ik altijd. In de bergen. Ook veel hoogteverschil. Gewoon de omgeving, ja ja. Kijk, als rijden zie je dat natuurlijk niet, hè. Je bent focus op de weg. So here come our winning drivers today, and what a race it was. Staat hij weer, hoor. There's been a big push at the factory lately to get these cars ready, and we can see the fruits of that labor today as Red Bull lift the winner's trophy. En natuurlijk de champagne. Gaan we weer even proosten. Dit keer niet. Nee, dit keer niet. Het is gewoon voor de foto. Moving on to the driver of the day then. Anthony Davidson. Nou, daar sta ik weer. Plaats 1, 25 puntjes. That was a commanding performance today. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Mocht je dit een leuk filmpje vinden, duimpje omhoog. Vergeet ook niet even te abonneren. En ik zie jullie dan in het volgende filmpje. Waarschijnlijk ergens in Oostenrijk. Ik dacht Hongarije. Kan ook Engeland zijn, maar we zien het vanzelf wel. En vind je dit leuk? Er staan nog twee andere races erop. Eentje in Canada en de vorige was in Frankrijk. Kijk die anders ook even terug. En ja, dan zie ik jullie in de volgende video.